De Python-code voor de first-algoritme is eigenlijk hetzelfde als de code voor het breadth-first-algoritme. Het enige verschil is dat in plaats van een queue dat we nu een stack gebruiken. De rest is ongewijzigd. Als we dit programma runnen, krijgen we dan ook uh, de volgorde zoals we die net zagen.